Ja, hallo en welkom bij Boos Politiek. Yes. En vandaag hebben we weer Jill. Hoera! Oké, deze week is daar nog steeds Jill en Jill is nog steeds boos, want ze weet niet wat ze moet stemmen. Nou, oké, dan bel je ook mij zo van help even pik. Doe dan, met je feestneus. Hallo. Hallo. Ben je weer? Ben ik weer. Ben je weer. Nou, nog steeds boos? Zeker. Want? Ik weet nog steeds niet wat ik moet stemmen. Ja, ik weet nog steeds niet wat je moet stemmen. Vorige keer hebben we aan de partij gesproken, D66 GroenLinks en? Denk. Denk? Ja. Wist je het ook nog niet? Nee. Nee. Dus? Vandaag gaan we weer op pad. We mogen niet door de X-ray. Voor het kindje van Marije, dus we moeten... flauw. Maar wel waar. Zullen we naar binnen? We gaan. Oké, welke kant wil je uit het beeld lopen? Die kant. Oké, doe dan. Oké, kom. Allereerst Henk Krol van 50PLUS. Een partij die opkomt voor alle benadeelde mensen. Maar dan moeten ze wel ouder dan 50 zijn, want, you know, ze heten 50PLUS. Nou, volgens Crazy Crolly worden ouderen keihard genaaid. Het pensioen wordt van ze afgepakt. En daarom zegt 50PLUS, ja hoi, wij willen een hervormd pensioenstelsel en dat de pensioenleeftijd teruggaat naar 65, zodat je extra lang aan de geraniums kan ruiken. Zo. Nou, het Centraal Planbureau ging even aan het rekenen en zei, ja hallo, met die plannen van 50PLUS is één groep vette lul, namelijk de jongere generatie. Dus waarschijnlijk jij. Jup, jij houdt met die plannen 30% minder pensioen over. Stel je voor dat je 30% minder mag neuken. Mega leem en dat wil 50PLUS, maar dan met je pensioengeld. Hallo. Toch zingt 50PLUS, blijf van mijn poen af. Kijk. Gênant veel poepjes laten op je eerste date? Ja, dat is wel slecht, maar ook mega ironisch, want toen Crazy Crolly hoofdredacteur was van de Gaykrant, liet hij de werknemers achter met een pensioengat van 5 jaar. Lekker bezig, pik. 50PLUS zegt trouwens ook, scooters van het fietspad af. Maar dat gaat niet zo lekker op de melodie, dus daar hebben ze geen liedje van. Van de trap gevallen hoorde ik. Ja. Kunstheup? Nou nee, zo erg is het niet. Begin van het einde? Vorige week gewoon aanhaast. Gewoon even eraf. Ja, weet je, en ik heb maatje 47 en die trapjes hier in de kamer, die zijn gewoon veel te smal. Dus ik ram en daar ging ik. Niet bejaardeproef dan? Nee, dat heel duidelijk. Moeten we ook iets aan gaan doen. Ook iets aan gaan doen. Blijft aan de gang. Ja. Meneer Krol, ik heb Jill bij me. Jill is boos, want? Ik weet niet wat ik moet stemmen. U bent van een 50PLUS. Ja, zeker. Ik zet het even thuis. Ja, goed mee luisteren. En dat klinkt nou niet echt aantrekkelijk voor mij om op te stemmen als jongere. Ja. In één harde zin, waarom zou zij op u moeten stemmen? Ze kan heel veel redenen hebben, dus in één punt kan het nooit lukken. Maar als het gaat om studiefinanciering. Wij zijn er niet voor dat jullie worden opgezadeld met enorme hoge lasten. Als het gaat om minimumloon voor jongeren. Wij vinden dat dat omhoog moet. Dus daar zijn we het ongetwijfeld ook weer helemaal met elkaar eens. En waar je nog lang niet mee bezig bent, maar wat toch heel belangrijk voor je is. Het is heel belangrijk dat jullie ook een goed pensioen kunnen opbouwen. En dus moet het gedeelte wat jullie kunnen sparen voor je pensioen, moet groter worden dan wat de regering nu wil. Henk heeft wel zijn medewerkers genaaid en zijn pensioen afgepakt. Zo zegt het toch? Zit jij nou fysiek te worden? Als ik bij jou terug doe, dan loop je 2 weken niet van de trap af. Dat bedoel ik mij. Nee, maar. Crolly. Er wordt ook gezegd, ja, dat hele pensioenplan voor jullie, dat is heel nadelig voor onze generatie. Nee, juist niet. Waarom niet? Nou, dat zeg je, probeer uit te leggen, want daar heb ik altijd een paar minuten voor nodig en daar heb jij geen tijd In Jip en Janneke taal? Zeker in Jip en Janneke taal. En je moet maar aan het volgende denken. Als jij een appelboomgaard hebt en elk jaar komen er appels aan de boom en je hebt net genoeg appels, zodat iedereen die appels wil eten er ook van kan genieten. Dan kan je zeggen, ja, maar over 20 jaar hebben we ook nog appels nodig. Dan is het natuurlijk onzin om te zeggen, dan gaan we nu maar de helft van de appels opeten. Want over 20 jaar heb je aan die appels helemaal niks. Je moet zorgen dat er voldoende appelbomen zijn. En dat er ook voor jouw generatie weer voldoende appels aan de boom hangen. Welke zaadjes ga je planten, Henk? Nou, dan moet je dus zorgen dat er genoeg kunstmest is, zodat die appelbomen voldoende appels blijven geven. En dat is wat ik net tegen je zeg. Heel veel bullshit te zeggen. Nee, hoor nog wel. Nog één ding. Scooters van de weg, zei je. Scooters van de weg? Ja. Heb ik dat gezegd? Ja, dat staat basically in je programma. Ja, dat lijkt me een goed idee, want die dingen zijn krengen. Je hebt geen idee. Nou, duidelijk? Duidelijk. Ik vond het medium duidelijk. Ik ga in ieder geval niet op 50PLUS stemmen. Dat is duidelijk. Nou, 50PLUS valt dus af volgens Jill. Dat kan gebeuren. Maar wel dapper dat ze dat durft te zeggen. Want Crazy Crolly geeft je een knietje als je hem kritiseert. Een soort oorlog, man. Oké, en dan nu een politieke partij waar je bijna nooit iets over hoort. Namelijk de PVV.
De lijsttrekker van de PVV is, en dat weten niet veel mensen, Geert Wilders. Zijn partij, de Partij voor de Vrijheid, is best onbekend en dus hier hun punten. Minder vrijheid voor moslims, geen hoofddoekjes, geen verblijfsvergunningen, grenzen dicht, moskeeën dicht, asielzoekerscentra dicht, islamitische scholen dicht. Eigenlijk is Wilders een soort van dichter. We hebben ook Nederland uit de Europese Unie en de pensioenleeftijd op 65 vanaf aankomende juni. Ook wil hij geen geld naar ontwikkelingshulp, windmolens, kunstinnovatie en Tim Hofman. En heeft hij de intentie tot lagere belasting, huren omlaag, meer geld naar de politie en ook naar defensie. Toch alles geruimd. Tijd om Geert Wilders voor te stellen aan het grote publiek. Kijkt u mee. Meneer Wilders, mag ik wat vragen? U bent heel populair onder jonge mensen. Als in 27% van de jonge mensen heeft aangegeven op u te stemmen. Waarom denkt u dat het zo is? Nou, ik denk dat heel veel jonge mensen, dat is ook niet de eerste keer. Ik denk dat wij eerder al bij eerdere verkiezingen, de scholierenverkiezingen bijvoorbeeld, hebben gewonnen. Ja. Omdat heel veel jonge mensen ook wel zien dat er een hele hoop mis is met Nederland. Niet willen dat hun toekomst Nederland een land wordt waar bijvoorbeeld de massa-immigratie, de islamisering, de onveiligheid, dat die ten slechte komt aan Nederland. En jongeren zijn ook ten positieve en ten negatieve goud eerlijk. Jongeren zeggen vaak eerder dan volwassenen die werken of bij familie zitten, zeggen eerder wat ze denken. Heeft het ook te maken met dat ze misschien u goed begrijpen? Want u heeft een A4'tje als verkiezingspamflet eigenlijk. U spreekt duidelijke taal. Heeft dat daar iets mee te maken? Ook. Ik bedoel, je kan het met mij eens of oneens zijn, maar iedereen snapt wel wat ik zeg. Dat is een voordeel. Maar gelukkig zijn ook heel veel jongeren het. Niet alleen snappen ze wat ik zeg, maar zijn ze het ook met ons eens. Ja. Nou heb ik hier Jill. Nog één vraag. Nee, ik wil alleen vragen aan u. Nou, met mij sprak hij wel, maar met jou spreekt hij dan weer niet. Nee, helaas. Oké, dus als je aan Geert een vraag stelt die zijn ego streelt, mag je met hem praten. Maar tegen jongeren zelf wil hij dus niks zeggen. Nou, misschien was hij wel zenuwachtig en moest hij even wennen aan een kamer en het grote publiek. Ja toch, ik bedoel, was voor hem ook voor het eerst. Jammer man. Nou, moeten we toch even zoeken bij een partij die graag zijn ideeën evangeliseert. Namelijk het CDA van lijsttrekker Bumac. En zij willen het leenstelsel terugdraaien en de basisbeurs voor studenten weer invoeren. Stacks for niks, G. Betere en betaalbaardere zorg. Ja, dat willen we allemaal. En dat kost ook geld. Simpeler belasting. Hoog tarief voor rijke mensen. Laag tarief voor arme mensen. Een soort communisme, maar dan met God. En meer aandacht voor het gezin en voor familie. Zoals eenzame ouderen die nooit bezoek krijgen. Ja, dat is een beetje sad, maar ja, gebeurt wel. Nou, benieuwd naar de wetten die dit gaan regelen. Zegt Buurman dadelijk opeens van, kill, 50 euro boete. Je moet op bezoek bij je oma. En zij willen een maatschappelijke dienstplicht voor jongeren. Zodat ze leren dat samenleven samenleven is. Ja, dat klinkt als de nieuwe single van Typhoon. Maar is gewoon een mixtape van Buurmaatje. Hallo. Paniek. Nee, helemaal niet paniek. Hallo. Geert Wilders werd ziedend toen ik haar tegenover hem zette. Waarom werd hij ziedend? Ja, dat weet ik niet. Henk Krol die gaf me een knietje. Nee, dat ik doe. Nou ja, als jij me in mijn gezicht kan spugen, zou heel leuk zijn. Nee, volgens mij gaat dat hem niet worden. Waarom moet Jill op CDA stemmen? Heel veel redenen. Ik denk dat we in een land leven waarin we de afgelopen jaren vergeten zijn dat we ook met elkaar iets moeten bereiken. En als ik bijvoorbeeld denk aan jongeren en studeren, hebben we het bijvoorbeeld voor jongeren bijna onmogelijk gemaakt om zonder schuld aan je werkzame leven te beginnen. Het leenstelsel. En wij willen dat terugbrengen en we willen daar weer een basisbeurs van maken. Is dat het enige wat CDA te bieden heeft? Nee, dat is echt het enige. Verder hebben we helemaal niks. Dienstplicht? Dienstplicht ook. Ik vind dat iedere jongere na een opleiding een aantal maanden iets voor de gemeenschap doet. Het zij bij Defensie, het zij in de zorg, het zij in het onderwijs, veiligheidsdiensten of iets dergelijks. Zodat je weet, in dit land leef je niet alleen voor jezelf, maar doe je ook iets terug voor een ander. Heb je in dienst gezeten? Nee, ik heb zelf niet in dienst gezeten. Nee. Waarom niet? Afgekeurd. Makkelijk lullen dan ook. Ja, dienstplicht is zelf niet geweest. Nee, ik heb er voor over om dat allemaal niet gehad te hebben. Oké. Zijn jullie nou links, rechts, midden? Wat zijn jullie nou? Wel christelijk, beetje christelijk? Ja, wij zijn een partij die altijd in het midden of iets rechts daarvan wordt gezien door de kiezer. Reageren met de PVV, dat is een beetje een issue. Gaat CDA dat doen? Nee. Punt. Ja, ik heb gemerkt dat het gewoon niet werkte. En dat op het moment dat je moeilijke keuzes maakt die we allemaal moeten maken, Geert Wilders zegt, oh dat kan ik niet uitleggen, ik loop weg. En dat doe ik niet nog een keer. Echt no way. Zo enerverend. Echt wel. Henk Krol geeft een schop. Als je te kritisch bent. Ja. Geert Wilders. Ik denk ik begin een beetje kalm met een normaal gesprek, want het is altijd moeilijk bij hem. En zodra het ging over jou,
waar die me niet te woord staan. Blijf van me af, riep hij. Ja. Daar zat weer onze ballen te kietelen. Stiekem. Moet je niet doen. En we hebben Bumaatje gehad. Ja. Wat vond je ervan? Ja, op zich had hij wel goede punten. Ja? Ja. Oké. Okay. Dienstplicht? Daar ben ik het niet mee eens, maar goed. Nou, jij zou een perfecte militair zijn, jij. Echt? Weet je wie geen militair mag worden meer? Oh. Is het soms? Zwanger Marije, je kunt je geboortekaartje, dat is misschien wel leuk, naar sturen naar het adres wat nu in beeld komt. Ja, leuk toch? Dat is wel leuk. Naar Bina Vara. Ja, dat ja. is wel leuk. Marije krijgt een kind. Wel iets liefs, ja. ja. Niet scheldend ja. en zo. En in een volle tampon in het envelopje, zoiets. Nee, grapje. Nee. Chill. We hebben nog niet alle partijen gehad. Nee. Nee. Ben je er al helemaal uit? Nog niet helemaal. Nee, dus nee. nog boos? Nog wel een beetje boos. Ja, moeten we maar weer op pad. Ja. Oké. Okay. Oké, dat waren 50PLUS, PVV en het CDA. Even samenvatten. Eén knietje, één trucje en één single van Typhoon. Nou, Jill is er nog niet helemaal uit. Snappen wij, kan gebeuren. Is ook allemaal niet zo makkelijk. Dus we gaan het volgende keer gewoon weer proberen. Maar heb jij nou ook zoiets van, ja, tering, dit gaat helemaal fout in de politiek. Of ik snap er helemaal niks van. Stuur dan een mailtje naar politiek@bnnvara.nl. Gaan we lekker samen naar geinige antwoorden van politici luisteren. Leuk. Hoera. Zo, zin in.